Goedemorgen, met Lauw jongens en meisjes. Welkom terug. Dank jullie wel voor de aandacht en de tijd die jullie maken om naar mijn video's te luisteren. En dank jullie wel voor de mensen die nog volhouden met mij in dit zeer controversieel onderwerp, namelijk dat jeans een menselijk lichaam niet kunnen bezitten. Dat is waar we nog steeds mee bezig zijn. En uh, alle bewondering en respect voor de mensen die nog durven hier te komen en met mij tot het eind te blijven luisteren, tot de conclusie. Ik hoef niemand te overtuigen. Ik wil niemand bekeren. Ik ben hier puur alleen maar mijn eigen wereld, mijn eigen ontwikkeling met jullie aan het delen. En doe ermee wat je wil. Het enige wat ik wil aangeven is: als ik met jullie zorats bespreek vanuit de Koran, kom bij mij niet terug met argumenten vanuit de hadith. Alsjeblieft. Dat is een belediging voor Allah. Dat is een belediging voor de Koran. Ik bespreek iets wat Allah heeft gedeeld vanuit zijn. vanuit zijn zijn. vanuit wie hij is. Heeft hij de Koran met ons gedeeld. En dat is heel wat. Dus als wij, als ik iets hier met jullie bespreek vanuit de Koran, kom bij mij niet terug, wat een zuster vorige week heeft gedaan. Ja, maar je zegt de Koran dit: Ja, maar de hadith dan. Dat is echt appels met veren vergelijken. De Koran is de Koran. De Koran is compleet. De Koran is compleet en de Koran is beschermd door Allah. Dus als we iets bespreken in de Koran en we zijn er niet over eens, dan moeten we elkaar overtuigen vanuit de Koran en de Koran alleen. Hebben we het over hadiths, dan mag je hadiths erbij betrekken. Hebben we het over de Koran, verwijs ik naar dingen in de Koran, dan mag je alleen maar tegen argumenten inzetten die je ook uit de Koran haalt. Want anders zijn we hier echt appels met peren aan het vergelijken. Totaal langs elkaar gaan we dan communiceren en, en wat je daarmee zegt is van ja, dat staat wel in de Koran, maar ja, zet het maar opzij want ik heb de hadith. Dus dat is mijn enige verzoek. Als ik dingen bespreek vanuit de Koran, kom terug bij mij met een argument ook vanuit de Koran en niet vanuit de hadith. En hebben we het over de hadith, kom bij me terug met een hadith. Dan mag het. Het moet allemaal gelijk materiaal zijn, anders, anders communiceren we echt langs elkaar. En daar zijn we alleen maar één richting aan het praten. Ik zeg dit en jij komt met wat anders. En als we verschillen zien in de Koran, is het niet omdat Allah tegenstrijdig is. Alles behalve Hashalillah. Een verschil is het begin voor jou dat er een lampje gaat branden. Van hé, hey, daar zegt Allah hetzelfde onderwerp, maar dan anders. En daar zegt Allah hetzelfde onderwerp, maar dan anders. Hoe kan dat dan? Ben je geïnteresseerd in de islam? Of ben je wat een hoop westers onderzoekers doen? Dan ga je gauw zeggen: van, Weet je wat, het is tegenstrijdig. Hahaha, ha, ha. wat een grap is die Koran. Tegenstrijdig, uh, dismiss het. Wegwezen met die Koran. Maar ben je iemand die nog wel hersenen heeft, die nog wel kraken en, en tikken en werken daar in je bovenkamer, dan zie je de verschillen die je denkt te constateren in de Koran als een begin, als een uitnodiging. Om vanaf, dat is pas het begin, want dan ga je pas induiken in van: hé, hey, wat is er aan de hand? Als het goed is, horen die verschillen die jij denkt te zien, jou wakker te schudden. Hé, hey, wat is dat nou? De Koran is. De, daar zegt Allah dit, daar zegt hij dat. Wat is dat nou? En wat is dat nou? Dat is een jaalte om te analyseren. En daarvoor heb je niet alleen maar het kunnen nodig om alleen de taal te kunnen lezen. Want dat kan iedereen, dat beginnen we al op de basisschool in Marokko. Maar je moet ook kunnen analyseren en verbanden kunnen leggen. Wat heeft die Sora daar en die eieren daar en daar met elkaar te maken? En waarom is het net anders en toch hetzelfde? Wat bedoelt Allah daarmee te zeggen? Met diezelfde eieren. En daar wil hij wat anders mee zeggen? Wat, 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 wat zit daarachter en wat is het verband? Maar ook woorden. Hoe heeft Allah een woord gebruikt? Is het aan het begin, is het in het midden, is het aan het eind? In het Arabische taal kan het een wezenlijk verschil uitmaken waar een woord zit. Dat is wat de, de Koran zo complex maakt. Het is niet van je komt, je leest het en je snapt het. Je hoeft ook niet tussen de regels te lezen, dat is ook niet wat ik zeg. En het gaat ook niet alleen maar om interpretatie, want interpretatie is een grijs gebied en daar gaan we koken en kokerellen en knutselen met elkaar, dat willen we niet. Maar vanuit de Koran zelf, gewoon voor de mensen die zeggen van ja, maar je eigen interpretatie, ik ben gewoon van de feiten en ik lees wat daar staat, want anders is het einde zoek. Tegen die mensen zeg ik, ja, prima, je hebt gelijk. Ook tegen die mensen. Die, die, ik kan je alleen maar applaudisseren en, en, en toejuichen. Graag. Weet je, voordat je begint met interpreteren, lees de Koran zoals het is, maar dan wel met de kennis die ik nu vertel. Wel met zo'n hoofd dat je kan analyseren en verbanden leggen. Dat is namelijk wat het onderwerp van de jeans. Het, het die bezit kunnen nemen van een menselijk lichaam is zo lastig gemaakt, omdat mensen niet snappen wat ze lezen. Niet omdat het er niet staat in de Koran, of niet omdat ieder een eigen interpretatie heeft. Nee, mensen snappen simpelweg de taal niet. De Arabische taal snappen ze niet. De manier van formuleren, grammaticale regels snappen ze niet. Mensen die zeggen dat een djinn je lichaam kan bezitten en die denken dat in de Koran te kunnen lezen. En een perfecte voorbeeld is het volgende. Als je in deze video zo instapt, ga alsjeblieft terug. Dat heb ik gisteren al uitgelegd, dat ga ik niet meer doen. Maar gisteren hebben wij het woord Elmes, waar heel veel mensen die in uh, djinns geloven die je lichaam kunnen bezitten, uh, naar refereren en zich op baseren. Het woord Elmes. Ze zeggen dat de Koran zegt dat Elmes aangeeft in de Koran dat een djinn-lichaam kan bezitten. En ik zeg dat is niet waar. En als je dat zegt, dan snap je de Arabische taal niet, snap je grammaticale regels niet. En. Alle gebruikt de Mes vooral op twee manieren in de Koran. De eerste vertaling heb ik gisteren met jullie besproken in, in de video van gisteren, een video hiervoor. En de tweede vertaling, wat, uh, wat je ziet in de Koran, ga ik zo meteen met jullie bespreken. Maar jullie hebben het al eigenlijk op de achtergrond kunnen zien. Dus laten we gewoon beginnen. Tweede vertaling van het woord Delmes, zoals we dat kennen in de Koran. En wat heel vaak misvertaald is, is zoals je hier leest. Gekte, el memsous, memsoes. Gekte, el mes, gekte. El mes. krankzinnig. Zoals onze Turkse broeders het zeggen zo leuk. Deli, deli, volgens mij. Loco, feu in het Frans, denk ik. Uh, Welke taal moet ik nog allemaal vertellen? Gek, krankzinnig, hij is gek. En die gekte kan twee redenen hebben: het is of mentaal, door omstandigheden, door trauma's in het leven, kan je tijdelijk soms gek raken omdat je je zenuwnetwerk overbelast raakt met te veel prikkels. Of omdat je rotzooi gebruikt. Je bent drugs aan het gebruiken. Paddo's. Uh, zelfs uh, zoals ik uh, eerder aangaf, vieze sokken wat mensen snuiven. Of poeder. Uh, huid van een kikker, van een slang... wat mensen malen en, en strooien en doen... en een rotzooi, rotzooi, viezigheid, viezigheid, viezigheid... viesigheid of het nou drugs is... en spuiten en naden... of viezigheid vanuit de sehoor... natuurlijk kan je daar gek van worden... want het is onhygiënisch en het creëert ziektes. Creëert ziektes. Dat is ook een vorm van gekte... of aangeboren gekte. Je bent als, je bent als gek geboren. In alle drie de gevallen... Hebben de betekenis één ding gemeen, en dat is dat je makkelijk prooi bent. Als je gek bent, ben je makkelijk prooi. Want je bent gek. Je snapt de matrix van het leven niet. Je snapt niet wat er gaande is, letterlijk en figuurlijk. Dan ben je makkelijk prooi voor een ieder. En zeker voor Satan, want die is niet verlegen. Satan is geen oprechte man. Satan is geen eerlijke man. Satan zegt niet van ah wat zielig. Hij is gek, weet je wat, ik laat hem met rust. Satan wil iedereen de hel insleuren, inslepen. Gek of niet gek. Hij begint met iedereen. Hij heeft geen moreel besef, hij heeft geen principes van, oh die is gek, daar blijf ik vanaf. Nee, hij zet iedereen in, ook de gekken. Hij laat de gekke gekke dingen doen, nog gekkere dingen doen, dan ze misschien vanuit zichzelf nog zouden doen, vanuit hun gekte. En dat is. De tweede vertaling in de Koran, el Mes, en dat is ook wat we lezen in het volgende verhaal, in het volgende ei in de Koran, waar nogmaals heel veel mensen naar refereren als ze het hebben over dins die een lichaam kunnen bezitten, en nogmaals onterecht, fout vertaling, mensen snappen de grammaticale regels niet. Het woord riba betekent rente, en rente betekent geld vragen voor tijd. Let op. Niet voor een dienst, niet voor een inspanning, niet voor een product, maar puur voor tijd. Tijd is iets wat Allah op de wereld heeft gezet, in onze dimensie. Dat is iets van iedereen, net als lucht. Dus, wanneer jij aan iemand vraagt om jouw rente te betalen, omdat je hem iets hebt geleend en het heeft een tijd geduurd voordat je je geld terug hebt gekregen, is hetzelfde als dat je aan iemand vraagt om jou te betalen, omdat hij lucht inademt. Dat is hetzelfde. Die persoon heeft er niets voor gekregen en toch moet hij ervoor betalen. Je leent mij 10 euro en ik zeg: je krijgt volgende week die 10 euro van me terug. Het komt me even niet uit, ik heb niets. En dan kom ik volgende week bij je terug en dan zeg ik: dankjewel, je wel, hier zit 10 euro. Je hebt me enorm geholpen. Ik had het nodig. Nu, alhamdulillah, gaat het weer goed. Ik betaal je terug. En dan zeg jij: Wacht eens even. Ik wil 20 euro krijgen. Waarop ik verbaasd vraag: 20 euro? Maar waarom dan, goeie man? Ik heb toch 10 euro van je geleend? Of zit ik fout? Nee, je zit niet fout. En toch krijg ik 20 euro van je. Nou, leg uit. Leg alsjeblieft uit. Nou ja. Ik heb je 10 euro geleend. En het heeft een week geduurd. De tijd die je nodig hebt. De tijd die je nodig hebt, is een week voordat je me terug kon betalen. En nu moet je me en 10 euro betalen, wat ik je geleend heb, en 10 euro voor de tijd die je nodig had om me terug te betalen. Dus je betaalt voor een tijd. Je geeft je geld uit aan tijd, hetzelfde als wanneer je voor lucht gaat betalen. En ik zie het nog gebeuren in de toekomst, dat we voor lucht gaan betalen, luchtbelasting. Dat is een ander onderwerp. Waarop ik vraag van, je hebt je niet extra ingespand? Dat is niet een dienst, ik heb er niets aan aan die tijd. Die tijd had ik nodig om het geld bij elkaar te verzamelen. Ik was me aan het inspannen, jij was alleen aan het afwachten. Waarom moet ik je die 10 euro betalen? Ja, dat is rente. Dat is een concept wat we ingevoerd hebben hier in de wereld en iedereen is erover eens. Al? Oh. En weet je hoe Allah dit noemt? Allah noemt dit gekte. Riba vergelijkt Allah met gekte. En hij vergelijkt die mensen die daarin handelen met gekte, met gekken, krankzinnige mensen. Zo worden ze in de Koran genoemd. Allah zegt van, als je die mensen vraagt waarom moet ik je riba betalen, dan zeggen ze ja, riba is hetzelfde als handelen. Maar bij handel denk je aan koper en verkoper. Een overeenkomst. Jij krijgt iets van mij en daarvoor betaal je mij terug. Gelijk oversteken. Dat is handelen. Gelijk oversteken. Ik doe iets voor jou, ik geef jou iets en jij betaalt me daarvoor. Dat is handel. Maar wanneer ik je moet betalen voor iets wat ik niet krijg, dat is gekte. Dan ben je gek, dan zijn we gek bezig op de wereld. En daarom noemt Allah het terecht ook gekte. Letterlijk zo, gekte. De mensen die in de riba handelen, mensen die rente vragen, zoals de banken en noem maar op, die zijn gek. Die zijn gek, die zijn moreel gek. Die zijn commerciële geldwolven zonder enige besef van principe of morele of waarde of fatsoen. Het zijn gewoon dieven op klaarlichte dag. Jij betaalt ze voor de tijd, niet voor een inspanning. Je betaalt ze voor iets wat niet is, wat je nooit hebt gehad. Puur alleen maar omdat je de week, nood, de week tijd nodig had om, om die persoon terug te kunnen betalen. Zo wordt het ook genoemd in de Koran. En dit is ook wat we lezen in de volgende vers, in de volgende ayah in Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah, hoofdstuk 2, dat is... Vers 275, Bismillah Rahman Rachim. in Zet hem daar even op pauze. De eieren houdt daar niet op, maar zet hem daar even op pauze. Zij die rente eten. Hier is het woord eten, heeft te maken met het concept van riba. Riba is niet een appel en is geen peer, is geen brood, die kan je niet opeten. Dus. Moet je zoeken naar een tweede vertaling van zo'n woord. Tweede eh, formulering van zo'n woord binnen de Arabische taal. Namelijk, je kolone is het gebruik. Dus dit kan niet betekenen letterlijk het, het opeten, want je kan het niet eten, het is niet fysiek. Dus tweede vertaling van je is zij die dat accepteren binnen hun huishouden, binnen hun systeem, binnen hun leven. Jouw leven is jouw systeem, jouw wereld. Dat is, dat is dan de tweede vertaling die je dan moet toetsen. En Ladiniaculuna Riba, want uiteindelijk komt dat terecht in een grote, uh, in, in een grote uh, hoop zeg maar, van al je geld wat je verdient. Waarvan je ook je boodschappen doet en, en, en dat soort zaken. En je religieuze verplichtingen mee betaalt en de aalmoes en dat soort zaken. Dus Riba gaat op in waar je uiteindelijk ook van eet, letterlijk. Dus het, het, het kan twee vertalingen uh, betekenen. En Lerine riba, zij die de rente accepteren en met rente handelen, zullen op de dag der opstanding, illa kama zullen op de dag der opstanding opstaan alleen in de volgende conditie. Alleen in de volgende conditie. Dus het gaat niet over Satan, het gaat over de conditie van een mens. Hoe zul je dan opstaan als je altijd in rente hebt gehandeld in dit leven? Dit is een ei die ons met name gaat vertellen over de toestand. Dat is het doel van deze uitleg. Niet de satan, niet de jins, de toestand van jou. Allah heeft te maken met jou, heeft niks te maken met Satan. Satan kent zijn lot. De jins kennen zijn lot. Jouw buurman, jouw broer, jouw moeder, jouw vader, iedereen krijgt zijn lot. Het gaat om jou. Jouw lot wordt niet bepaald door anderen, jouw lot bepaal jij. Tenzij je gek bent, gek bent geboren. En niet die zelfgep hebt heb, heb gemaakt met drugs en die onzin, want daarvoor moet je te verantwoord staan. Want dat was vanuit vrije wil, eigen keus, ben je gaan spuiten en slikken. Alleen wanneer je gek bent geboren en nooit besef hebt gehad, kan je rekenen op genade van Allah. Maar in ieder geval, zij die uh, rente gebruiken, zullen op de dag der opstanding opstaan, hoe? كما يقوم الذي تخبطه الشيطان Keme betekent vergelijk het met Keme is een vergelijking dus je bent niet letterlijk je wordt niet letterlijk door de satan door in elkaar door elkaar geschud als een gek jouw toestand is daarmee te vergelijken كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من mes. dus Mensen die zeggen van ja, we lezen in deze ayah dat de shaitan jou kan bezitten. Waar lees je dat dan, alsjeblieft, beste mensen? Welk, welk, hoe heb je ooit Arabisch leren lezen? En hoe heb je ooit Arabische regels, grammatica leren toepassen? Illa keme, keme is een vergelijking. Anders had Allah gezegd: Je gaat opstaan. Als gek. Maar hier zegt Allah. Like me. Dus Allah zegt: Je wordt vergelijkbaar, jouw toestand zal vergelijkbaar zijn met. Hij die door Satan door elkaar wordt geschud. En door Satan volledig wordt gemanipuleerd en, en, en in control. En door Satan wordt aangestuurd en misleid. Waarom? Hoe kan dat dat Satan dat kan doen? Dus je moet hem eigenlijk breken in, in drieën, wil je deze zin grammaticaal gezien taalkundig correct kunnen vertalen. Je eetrente, je toestand zal, als je opstaat vanuit je graf op de dag der opstanding, vergelijkbaar zijn met de toestand van hij die door Satan door elkaar wordt geschud en door Satan overmeesterd is en misleid is, en die onder invloed van Satan is. Waarom? Hoe kan dat, 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 dat zo'n persoon, dat zo'n zo conditie uh, uh, mogelijk is? Omdat Satan gebruik maakt van jouw gekte. Jij bent al gek, dus je bent een makkelijk prooi. En we hebben eerder gezegd, Satan kent geen principes. Hij wil dat iedereen de hel ingaat, gek of niet. Zielig kent hij niet. Ah, oh, wat zielig, die kan zich niet weren, hij is gek. Nee, dat kent hij niet. Hij wil iedereen de hel inslepen. En aan Allah is het om dan te beoordelen: van, is dit een gekte wat Allah wel of niet kwalen kan nemen. Dat bepaalt hij. Ben je aangeboren als gek... dan gaan we ervan uit... dat je inshallah de genade van Allah krijgt. Heb je jezelf gek gemaakt... omdat je bent gaan spuiten, slikken en snuiven... en zegger, en, 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 slang bent gaan malen... kikker bent gaan malen... gaan koken, gaan dit gaan... om dat, dat soort rotzooi te eten om jezelf te genezen... als je daarin gelooft, dan heb je een probleem... want dan heb je jezelf gek gemaakt als jou wat overkomt... van een bacterie of een virus... wat jouw zenuw heeft aangetast. Dus... In deze eieren zegt Allah, je gaat opstaan uit je graf als een gek die al gek is. En omdat je al gek bent, ben je makkelijk prooi van Satan. En waar lezen we dat? Dat je al gek was voordat Satan je al bereikt heeft. Dus je bent niet gek omdat je bezeten bent door Satan, door een djinn. Nee, want dat is niet mogelijk. Je bent gek en Allah legt dit hier heel goed uit taalkundig. Omdat je al gek was en dat concluderen wij door het woord minelmes. Fijn uit min al mes, vanuit. Ik ga op vakantie met het geld wat ik al heb. Ik ga een huis bouwen met de bakstenen die ik al heb. Die zijn er al. Mina. Mina. Shaitan, min al mes. En elmes is hier de gekte. Welke? Waarom ben je dan gek? Waarom maakt alle jou zo belachelijk in deze eieren? Waarom? En hoe kan het dat we dat zo kunnen vertalen als gekte? Omdat dit soort mensen zeggen dat handel hetzelfde is als rentevragen. En dan zegt Allah: Maar wacht eens even, niet in mijn ogen. Allah zegt: Handel is prima, daar heb ik niets tegen. De profeet was een handelaar. Khadija, zijn eerste vrouw, een van de eerste vrouwen die de hemel zal betreden, inshallah, was een handelaar. Dus Allah, de islam, heeft niks tegen handel. Laten we dat voorop stellen en duidelijk maken. Maar Allah zegt: Ik heb wel wat tegen rentegebruik. Dat noem ik gekte, krankzinnig gedrag. Allah heeft de handel goedgekeurd. Maar de handel is in de ogen van Allah: jij geeft mij iets, ik betaal je ervoor terug. Gelijk oversteken. Wij nemen allebei op verschillende manieren. Ik geef jou dit, jij geeft me dat verschillende manieren, maar wanneer jij iets van me wil en ik krijg niks van je terug, dan is dat rente. En dat haram wa haram riba. En dat is in de ogen van Allah verboden, omdat dat te vergelijken is met gekte. Want waarom moet ik je betalen voor de tijd? Alleen maar omdat je een week hebt moeten wachten om je geld van me terug te krijgen. Dus ik betaal je voor de tijd. Is de tijd van jou om daar geld voor te vragen, of is de tijd het concept van de hele wereld, van deze dimensie? En als je daar geld voor wil vragen, dan kun je net zo goed geld gaan vragen voor elk boom waar ik naar kijk. Voor elk blad wat op de grond valt. Voor alles. Dat is gekte. Als Satan ons kan bezitten. Als Satan ons lichaam kan overnemen. En wij kunnen daar helemaal niks tegenin doen. Dan zou dat tegenstrijdig zijn met wat hij zelf in de Koran zegt. Want... Een djinn die jouw lichaam ingaat, heb je daar ooit toestemming voor gegeven? Volgens de massa die geloven in dat een djinn je lichaam kan overnemen, geven ze daar geen toestemming voor. Oh, wij zijn zo zielig. Het is ons overkomen. Bam, voordat we het wisten, hadden wij een djinn in ons lichaam. Hij heeft ons niet gevraagd om ons lichaam over te nemen. Oh, wat zijn wij zielig. ja. Daar is een djinn in ons lichaam, want we doen raar. Maar Satan is ook van kabilat al jin. Hij is ook van de djinns. En hij heeft specifiek mogelijkheden gekregen die andere djinns misschien niet krijgen. Maar hij wel. Hij en de mensen die zich bij hem aansluiten. En de djinns, moet ik zeggen, die zich bij hem aansluiten. Waarom? Dat was de discussie tussen hem en Allah toen hij uit de hemel werd verbannen. Allah, mag ik je bewijzen dat deze mensen jou niet waard zijn? Jouw waarderingen en liefde niet waard zijn? En om dat te kunnen doen, mag ik, dat en dat, van je, mag ik dat, van, dat en dat van je doen? Mag ik die en die eigenschap van je krijgen, zodat ik dat kan bewijzen? Zodat ik ze kan verleiden? Maar alleen met dat en dat. Maar altijd vrijwillig. Ik ga ze nooit dwingen. Alleen wanneer ze toestemming geven. En waar lezen we dat in de Koran? Zodat Ibrahim, hoofdstuk 14, eiën 22, dat zie je hier op de achtergrond. Dit zegt Satan. Als het allemaal, als het leven geweest is en de aarde is er niet meer en we zijn allemaal in het Hinama's en we gaan terecht staan en, en het is allemaal klaar, we weten waar we aan toe zijn. Wat zegt Satan voor de mensen die de helm in moeten? Wat Allah jullie beloofd heeft, is Hij nagekomen. Maar mijn beloftes zijn vals. Wat Allah jullie heeft beloofd, alles, alles wat Hij in de Koran heeft beloofd. Hetzij wanneer je slecht doet dat je gestraft wordt, hetzij wanneer je goed doet krijg je de hemel. Alles wat Hij belooft, heeft Hij ook gedaan. Hij komt zijn belofte na, in welke betekenis dan ook. Maar mijn beloftes zijn vals en daarom kan ik ze niet nakomen. Maar, zegt hij, wemek me ali, alleen om sultanin. Hij zegt, maar wacht eens even, waarom kom je nu bij me klagen? Ik was jou, ik, ik, ik had jou toch niet in mijn macht? Wemek en ali, alleen om sultanin. sultan, daar komt het woord sultan van, de koning, de sultan, de heerser, de leider. Degene die bepaalt hoe een land wordt bestuurd. Sulta betekent macht over iemand of over een land hebben. De Sulta. En daarvan is het woord Sultan vanaf geleid. En dat zegt Satan hier. Waarom klaag je bij mij? Waarom klaag je dat ik jou dit en dit heb aangedaan? Ik had toch geen macht over jou? Ille en de houtokom vestigeptum li, falet alo moeuni, wolomo en vozekum. Zegt die ille en de houtokom vestigeptum li, falet alo moeuni, wolomo en vozekum. Ik heb jullie alleen maar gevraagd. Hé, hey, wil je niet dat doen? Hé, hey, wil je niet die zonde begaan? En, vestigeptum li, jullie hebben geho gehoor gegeven. Aan wat ik jullie gevraagd heb en wat ik gesuggereerd heb, de weswessen. Ik heb alleen maar gezegd door middel van weswessen jou een, een gevoel gekregen in je hoofd: van... hé, hey, zou het niet fijn zijn om dat en dat te gaan doen? Weten dat dat fout is, jij weet dat dat fout is, maar ik heb je kunnen verleiden, ik heb het mooi voor je kunnen maken. Ik, ben, ik heb geen macht over jou. Ik suggereer alleen maar door de wessenwessen. Wuss ik zeg: hé, hey, zou het niet leuk zijn om dat te doen? Feste je hebt Je bent akkoord gegaan. Je bent ingegaan. Je hebt naar me geluisterd. Wat leuk. Ik was blij dat je naar me luistert. Ik was zelf verbaasd. Gewoon wat grappig. Oké, okay, het is me gelukt om die persoon dat, dat te laten doen vrijwillig, ik hoef helemaal niks te doen, ik heb geen macht, ik, ik, de, de enige macht die ik heb is ik waswis, ik stel dingen voor, aan jou de keuze om ja of nee te zeggen, hij zegt neem me niks kwalijk, kom niet bij me huilen, kom, kom mij niet aanklagen, neem me niks kwalijk, neem jezelf kwalijk, neem jezelf kwalijk, dat je naar me geluisterd hebt en dat je hebt gedaan wat ik voorgesteld heb. Zo? So. En Satan trekt zich terug van alle blaam. Each blame. Je kan hem niets meer kwalijk nemen, want hij zegt: Ik heb nooit iets gedaan wat jij niet hebt kunnen voorkomen. Ik heb nooit iets gedaan wat jij niet hebt kunnen voorkomen. Dus voor de mensen die nog steeds geloven, ik geloof er niet in, maar laat ik in jullie termen spreken. Voor de mensen die nog steeds geloven dat ze overgenomen kunnen worden door een djinn. Volgens de Koran, en, en althans niet volgens de Koran, volgens jouw eigen woorden, als ik het doorneem in jouw taal, in jouw stijl, zou ik kunnen zeggen van. Je bent bezet door een djinn omdat je daar vrijwillig toestemming voor hebt gegeven. Omdat je daar vrijwillig akkoord mee bent gegaan. Als je zegt dat een djinn, dat Satan je lichaam binnen is getreden, dan ben je niet zielig. Maar dan ben je alleen maar de gevolgen aan het ondervinden van iets waar je vrijwillig toestemming voor hebt gegeven. Al als je zegt dat de djinns iets hebben gedaan. En dat zeg ik, nogmaals, ik geloof niet dat een jin een lichaam kan betreden. Maar ik geloof wel dat Satan alleen maar west-west, hij fluistert alleen maar en aan ons de keus. En Satan is een djinn. Dus als je zegt dat een djinn het lichaam in kan, volgens Satan zegt hij, ik doe alleen maar waar je akkoord mee gaat. Hij zegt niet, ik ga je lichaam intreden. Hij heeft het over het algemeen. Ik doe alleen wat je hebt kunnen voorkomen. Je had een andere keuze kunnen maken. Dus als je zegt dat een djinn je lichaam ingaat, dat betekent dat je daar akkoord mee bent gegaan, want je had een andere keuze kunnen maken. Dat betekent dat jeans niet de supermacht hebben om ongevraagd en zonder pardon je lichaam over te nemen. Terug naar de insteek. En mijn pleidooi hier is. Jins kunnen je lichaam niet betreden. Demonic possession, zoals het in het Engels heet, bestaat niet. Bezeten door een djinn bestaat niet. Waar haal je deze onzin vandaan? Dit is de grootste onzin waar wij gelovige mensen, zowel christelijk, katholiek, boeddhist, noem maar op, moslims, moslims, ingetrapt zijn. Waar haal je deze grote onzin vandaan? Alsjeblieft zeg niet dat het uit de Koran is.